Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa. Goedemiddag, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 30 december. En ik begin deze week een beetje awkward. Want ik heb van het weekend heel veel gewerkt. En ik voelde gisteravond al een migraineaanval opkomen. En vanochtend was hij nog niet over. Dus ik heb me eigenlijk ziek moeten melden. Dus ik heb eigenlijk het grootste gedeelte van de dag op bed gelegen nog. Het is nu 2:30. Ik ben wel wakker gebeld voor FaceTime met Logan en Brooke. Die zijn natuurlijk op wintersport. Als ik wat fotootjes kan inposten, doe ik dat even. Superleuk. Ook een leuk filmpje erbij. Dus dat was heel fijn. Dus ik had gevraagd dat ik even kon FaceTimen. En dat was blijkbaar om 11:45. Het was wel een beetje awkward. Want ze zaten natuurlijk aan het eten en ze hadden eigenlijk heel weinig focus voor mij. Maar goed, dat is hier zaterdag weer. En waarschijnlijk kan ik ze op 1 januari ook nog eens spreken. Verder heb ik eigenlijk gewoon een relaxe dag natuurlijk. Want ja, ik kan niet heel veel. Als ik te veel doe, dan moet ik spugen. Dus dat moet ik niet doen. En dan wordt de pijn in ook wel heel heftig. Dus ik ga proberen kijken of ik wat kan editen. Want nu gaat het wel eventjes. En mijn video van vanavond moet nog even gedaan worden. Ik moet nog een boodschappen doen. Want ik wil echt achter. Ik weet niet zo goed dat ik echt een boodschappenshop loopt voor deze week van film. Even kijken. Oh, ik denk het wel. Nee, morgen was grote boodschappen gedaan. Morgen en overmorgen ben ik vrij. Dus 31 en 1 ben ik vrij. En dan heb ik weer 2 dagen veel werk. En dan kom ik hier thuis. Dus het is allemaal niet zo heel enerverend. Oeh. Dus ja, ik dacht, zal ik een update geven? Ik heb eigenlijk al 2 dagen de kamer niet opgepast, omdat ik zo heb gewerkt. En nu voel ik me eigenlijk niet lekker. Maar ik denk, ja. Dat krijg je ervan als je zoveel werkt. Dat is een beetje de consequentie dragen. Dus ja. Ik is wel lekker aan het werk bij zijn opdrachtgever, waar hij nog de laatste 2 dagen dan moet werken. Dat hij vandaag werkt en morgen. En dan geloof ik dat hij 2 januari bij zijn nieuw project gaat beginnen, officieel. Dus dat is fijn. Dus hij had hem nog eventjes afmaken. Dus ik ben helemaal alleen thuis. Mijn bord ligt op de vloerverwarming. Dus nou ja. Ik kan er wat van maken. Dus doe dit. Zo. Het is nu. Ik denk al bijna 4 uur geweest. Even kijken. 4:15. En oh, ik moet nog een oproep. Nou ja. Ik ga nu eventjes mezelf naar de afdeling slepen. Ik heb even wat geëdit. Ik heb Rich gekeken. Dus op tv. Dus dat was wat ik aan het doen. Boris zit nu in zijn bench. Die is nu uitgelaten. En ik ga even. Ik moet nog eens even mijn kerstspul opruimen. De Albert Heijn heeft spullen inleveren. Even eten voor vanavond houden. Ik denk dat ik morgen pas grote boodschappen doe. En ik ga even een planning maken voor de komende paar dagen. Want ik ben nog maar 2 dagen vrij. Dan heb ik 1 dag waar ik echt gewoon heel veel moet werken. Dus waar ik waarschijnlijk niet echt toe kom aan dingen die ik geregeld heb. En dan heb ik nog 1 dag ochtend. En dan moet ik met Boris naar de dierenarts. En dan s'avonds moet ik weer werken. En dan de volgende dag komen de kinderen weer terug. En ik denk dat ik de kerstspullen opgeruimd heb. Voordat ze terug zijn. Dus denk dat ik vandaag of morgen moet doen. Morgen of morgen. Dat is allemaal goed. Ik heb even een planning gemaakt van wat ik nog wil bereiken voor ze terug zijn. Maar eerst de boodschap doen. Wat een chaos. Het is maar een heel klein supermarkt. Onze, of heel klein. Vrij compacte Albert Heijn is het. En jeeval, het is een klein mini winkelcentrum. Er staan zo'n 5-6 winkels onder 1 dak. Ik moest echt vechten op mijn parkeerplek. Ik had zondag al 2 keer klaar. Nee, dat ik zag dat iemand achteruit ging. En dat ze dan van de andere kant snel erin kwamen schieten. Maar, het is me gelukt. Ik heb zelf even de eten en naar forte opgehaald. Dan hebben we broccoli en ik heb aardappelpakketjes gehaald. Komkommer, druifjes, tapasbakjes van morgenavond. Ik denk dat we met z'n tweeën zijn, maar dat geeft niet. Het is nog gezellig als je de tafel leuk kunt doen. En een paar dingen voor de smoothies. Want ik dacht, ik heb gewoon behoefte aan vitamines. Ik ga gewoon iedere ochtend een smoothie nemen met havermout en blauwe bessen en aardbei en bananen. En dan voel ik me ook een beetje... En ze hadden ook deze, die heb ik bij de Albert Heijn nog nooit eerder gezien. Die zag er wel heel lekker uit. Als je dan heel lekker is, dan kijk ik wat de samenstelling is. Want soms wel die van de Albert Heijn. Dus ik is goedkoop om die zelf te maken. Maar dit is banaan, mango en ananas. Allemaal gele fruit van geel fruit voor je vrouwelijk, toch? Ik had het gehoord. Dus. En ik ben even bij de Rabobank geweest, want ik heb super spannend rolletjes met geld gehaald. Dat kan bij de Rabobank, blijkbaar. En mijn idee was namelijk om vanaf het nieuwe jaar de kinderen zakgeld te gaan geven. En ik dacht aan 50 cent of zo. Die van 50 cent. Oh ja, dit is die van 50 cent. Ik heb nog een gele ergens, er zit een euro in. Want ik had bedacht, dan ga ik toch maar aan zo'n plankalender. Dat bedenk ik me nu allemaal. Ik ben al zo lang over aan het twijfelen. Maar ik heb zo'n magneetplankalender voor kinderen gezien. Een soort van pictobord, maar dan kalender voor kinderen. En ik denk dat dat voor onze kinderen heel handig is. Om te zien wanneer iemand komt en iemand niet komt. Wanneer ze wat hebben. Dus ik dacht, dat doe ik eventjes. En dan ga ik er gewoon taakjes ook bij zetten. Volgens mij best een extra pakket ook. En als ze die taakjes allemaal volbracht hebben een hele week. Dan krijgen ze in plaats van 50 cent een euro.
Dus dan kunnen ze iets harder sparen. En op die manier kan ik gewoon zeggen als ze naar de winkel ingaan. Van, nou ja, je krijgt nu niks. We kunnen een kopje koffie doen en wat te drinken of zo. Maar dat het niet meer de nadruk komt op speelgoed. Want dat wordt dus wel heel erg. En dat ze wat meer leren wat de waarde van geld is. En hoe lang je iets moet sparen. En nou ja, een beetje met geld leren omgaan. Logan is nu 6 en Brooke wordt bijna 5. Dus ik vond het wel een goed idee voor mezelf. En voor mij gaan beginnen. Ik weet niet zo goed wat Pascal wil van Flemmers. Want daar hebben we het wel lichtelijk over gehad. Maar ik ging er over nadenken. Maar in principe krijgen jullie natuurlijk ook geen zak geld. Want die hebben in principe geen zak geld hier nodig. En die hebben wel een hele goed, eigenlijk hele strikte idee over wat geld is. En die zijn inderdaad ook heel blij met iets heel kleins. Omdat ze gewoon heel blij zijn om überhaupt wat te krijgen. En dat hebben mijn kinderen nog niet. Dus nou ja, misschien dat dit de truc is. Misschien dat er nog een Flemmers gewoon altijd 50 cent geven of zo. En als ze dan in de vakanties te zijn, dat ze dan iets meer krijgen. Of ja, noem het maar op. We gaan het zien, zoiets. Denk ik. Wil ik, wens ik. I don't know. Dus ja, ik ga het even allemaal opruimen en dan ga ik aan de broccoli met aardappels en speklap beginnen. Ik had gewoon zin in een goede Hollandse maaltijd. Gewoon even, we hebben echt al zoveel, natuurlijk hebben we eigenlijk twee kerstdineravonden gehad. En toen hadden we nog biefstukken, hebben we nog een biefstuk gegeten. Toen hadden we nog een biefstuk en nog een biefstuk gegeten. En toen had ik een, gisteravond had ik een salade in de auto met leftover. Ik geloof dat het iets van een schnitzeltje was of zo. Dus ja, ik ben gewoon weer toe aan iets normaals, iets van zonder iets. Bestekers. Dus dat ga ik even allemaal doen. En dan ga ik de plan maken, lijkt me dat het best wel een duizend geld kost. Dus ach ja. En dat is het. En dan vanavond even mijn boodschappenlijstje van morgen maken. Ik denk dat ik morgenochtend echt super veel boodschappen moet gaan doen, want dat wordt helemaal niks. Nee, Boris, dat wordt helemaal niks. Nu als het druk is om 4 uur 's middags. Dus ik ben blij. Dus ik ga dan een heel goed boodschap doen en dan even een goede planning maken. Even goed wat ik allemaal nog wil, wanneer ik het allemaal wil. Wat we allemaal gaan eten de aankomende week. Zodat ik eventjes wat ruimte voor mezelf creëer in mijn hoofd. Goedemorgen, welkom bij deze laatste dag van het nieuwjaar. Het is vandaag dinsdag. Het is nog maar 9 uur. Ik ga lekker naar de stad. Ik ga even mijn boodschappen halen en ik denk even langs Dillenke Midden. Want daar ben ik vorige keer geweest met mijn moeder. We hadden ook twee kleine kinderen erbij die echt gewoon geen zin hadden. Maar ik was er dus nog nooit geweest. Echt super leuk ding. Ik zeg allemaal leuke hebben dingetjes in. Dus wil ik even gaan kijken. Want ik wil sowieso zo'n roestvrijstalen rietje hebben. En even snubbel ik op mijn gemakje nu ik geen kinderen nog heb. En dat doe ik dan even vandaag. Ik denk dat het echt knijtje druk is in de stad. Maar ik moet toch boodschappen doen. Dus ben ik daar toch in de buurt. Ik heb er lekker een was aan staan. Mijn video staat nu live. Ik ga nog even met Boris naar buiten. Boris was net heel hard aan het blaffen. Nou, ja, Joost mag weten waarom. Ik denk dat er bij de buren wat gebeurde. Dat ik het even kon zien. Dus ja, Pascal is goed, is lekker heel de dag aan het werk. Hij komt waarschijnlijk thuis voor lunch, maar in principe zou hij wel gewoon lekker aan het werk zijn. En dus het is vandaag een beetje een kutendagje voor mij, denk ik zomaar. Mistig. Het is wel een beetje jammer. Ja, we gaan vanavond niet zo heel veel bijzonders doen. Vaak omdat je het vuurwerk hier gewoon heel goed ziet. En dat we natuurlijk ook met Borisje zitten. Maar ja, als het mistig is, gaan we ook geen vuurwerk zien. Vorig jaar konden we echt, nou ja, gingen we gewoon boven staan. Dan zag je het overal. Ik denk niet dat we dat vandaag gaan hebben. I don't think so. Ik moet eerst nog krabben ook. Oké. Okay. Nou, dus dat is mijn hele exciting dag van vandaag. Boodschappen. En dan gaan we hier verder tuttelen, denk ik. Daar zijn we weer. Boris is echt super enthousiast. Ik wil nog weten waarom. Het is nu bijna 2:30. Ik heb de boodschappen gedaan. Ik ben bij de Lenke Miller geweest. Ik heb oliebollen en appelflap gehad. Ik ga eens even laten zien. Ze zijn zo lekker. Ze zijn, ik weet niet of ze lekker zijn, maar ze, vorig jaar heb ik het daar voor het eerst gehaald. Op aanraden van Pascal, want die woont hier in het geval van zijn leven. Eens kijken. Verse oliebollen. Zien er zo goed uit. Ze ruiken ook echt heel lekker. Lekker appelflapjes. Pascal heeft er al wat meegenomen. Want die was hier net voor de lunch met zijn maat. Dus die hebben oliebollen meegenomen voor bij de koffiezakjes. En ik ga er zo ook eentje nemen, want we hebben lekker boterham op, dus ik kan dat wel. Maar ik wil even laten zien wat ik bij Dillen en Camille heb gekoopt. Want zoals gezegd, ik was erg benieuwd naar wat ze precies allemaal hadden. En eerlijk gezegd, ik zou er echt een fortuin aan kwijt kunnen. Dat is zo leuk. Maar ik heb deze, en misschien dat dit een magneetje zijn. Ik zal even mijn Pinterest fotootje van wat ik wil gaan doen. Dit posten. En dan heb ik de, oh nee, dat zijn niet deze. Nee, nou. Zit hier ook in. Dit is namelijk van deze clipjes aan. En dan wil ik dus van die zakjes aan gaan maken. Dat je dat daar geld in kunnen, dat ze daar echt klusjes voor kunnen doen. Ik denk dat die dan hier ergens op moeten gaan hangen. Vind ik wel een goed idee. Dat ze dan zelf op die manier extra zakgeld kunnen krijgen.
Want ik was aan het kijken naar die planborden gisteravond. En dacht ik, ja, het kost gewoon maar €250. En dan heb ik voor allebei de kinderen in ieder geval hun dagroutine. En dan zou ik eventueel de extra klusjes bij kunnen zetten. En het is me het gewoon eigenlijk niet waard. Ik dacht van, ja, ik kan het ook op deze manier doen. En ze krijgen sowieso iedere week zak geld. En dan is het ook goed. Dus daar heb ik er 6 van. Het is een klein magneetje aan, dus dat blijft dan zo plakken. Dan kunnen we dat zo opdoen. Ik heb een theedingetje. Hoe noem je dit ding? Bolletje. Voor losse thee. Want zoals jullie weten mag ik van de osteopaat eigenlijk geen koffie meer drinken. Ik ben het aan het afbouwen en ik probeer het niet te vervangen door thee. Omdat ik anders ook dat vocht niet meer binnenkrijg. Maar ik ben al zo slecht aan het drinken. Dus ik dacht, ik doe dat. En dan heeft ze ook de krijtjesfabriekje ingedaan. En van die RVS rietjes. Want ik gebruik nu de plastic rietje. En dat is allemaal op zich wel prima. Maar eigenlijk vind ik deze wel handiger. Is iets steviger, denk ik. En verder heb ik nog deze, want ik heb in de keuken dus een stukje krijtbord. Dus ik dacht, krijtjes, altijd handig. Dan heb ik 2 dingetjes van thee voor in mijn theezakje. Namelijk de rooibos. Gewoon simpele rooibos. En de aardbei en framboos. Nou waren deze niet heel goedkoop. Maar ik vond het gewoon leuk. Misschien dat ik gewoon strakjes ergens anders dat goedkoper kan vinden. Want dit viel niet echt mee. Oh, en ik had nog sterrenijs. Die kon ik gisteren in de winkel vinden. Hier lagen ze gewoon. Ja. Deze was maar €2,50. Ik dacht, geloof dat ik had dat al betaald. En toen had ik maar 3. En dit hier zit er echt een heleboel in. Dus dat komt wel helemaal goed uit. Van de rest heb ik ook van die potjes gekocht. Voor mijn thee. Om het in te bewaren. Kijk, zo. En dan kan ik dit er zo in doen. Allemaal leuk. Kan het leuk neerzetten. Ik kan even bedenken hoe ik kan zorgen dat anderen het kunnen zien. Ik vond de stickers die ze daar hadden niet heel erg leuk voor erop. Nog zo'n potje. En dit vond ik echt briljant. Deze had ik al online gezien. Maar dit zijn kleine keukenschotjes. Ik heb een rode en een blauwe. Helemaal leuk. En overhandschoentjes. Nu hebben ze ook van die pannenlappen. Maar daar hadden ze niet in het rood en het blauw. En ze hebben nog wel andere. Dus ze hebben er eentje met een vlinder. En eentje met, ik geloof dat het iets van eentjes of zo zijn. In ieder geval. En de kerst. Pannenlappen, die hadden ze nog wel allemaal. Maar ik wil eigenlijk iets wat meer Telia Door op gang kan worden. Dus deze vond ik helemaal leuk. Dus die kan ik dan bij een het keukentje leggen. Oh, wat is dat? En dat was het alweer. En anders was het toch €47,85. Ze hadden eigenlijk niks. Ja, die kinderschotjes die waren €6 per stuk. En die overwandjes die zijn natuurlijk. Die waren 4,50 per 2. En dan heb je nog ja, je thee. Dat kost inderdaad wel wat meer. Maar ja. Hè? Ik ben er helemaal blij mee. Ik vind het echt zo'n leuk ding. Ik ben er een half uur binnen heeft snubbel gezet. Maar eigenlijk helemaal niet zo fit voelen. Maar goed. Yay! Dus nu ga ik even de boel een beetje opruimen, organiseren. En ja. Ik ga eerst even mijn appelflap eten, denk ik. Ik ga een appelflap of olieboom? Appelflap. Ik zie een appelflap. Dus dat en dan ga ik daarna een beetje puin ruimen en doen. Ik zit wel, het gaat komen. Ik voel me niet heel erg fit. Maar ik zit wel lekker in mijn kopje. Dus dat is in ieder geval wel. Oké dan. Plan de campagne. Ik heb de dozen naar beneden gehaald. Er staan daar nog meer dozen. Dit moet nog even terug de kast in. Het is onze paracetamolvoorraad. Dingen. En dan ga ik eens de kerstspullen opruimen. Klinkt misschien een beetje raar. Het is nog maar uitjesdag. Maar morgen is nieuwsdag. Dan wil ik eigenlijk niet al te veel echt moeten opruimen. Echt een appje. En daarna ben ik aan het werk zodat de kinderen terugkomen. En ik wil het eigenlijk niet doen als de kinderen terug zijn. Dan mag ik nooit meer opruimen. Oké. Dus ik ga het even opruimen. Mijn tactiek is... Oh, ze gaan in de sleepjes licht. Goed zo, man. Alleen in de lift. Dragster, oh, ja. Dragster. We zijn allebei zelfstandig in de sleepjes licht. Oké. Helemaal leuk. Back to ontkersen. Dus de kerstgirlanden ligt al hier zo. De kerstboom staat daar. En ik heb natuurlijk overal het hele huis hangen met girlanden en dingen. Dus wat ik ga doen is ik ga alle dozen eerst leeg aan deze zoals je ziet.
zit helemaal vol met allemaal mini doosjes. En kijk wat er weg kan. Die raamstickers die daar overop zitten, die ga ik gewoon wegmieteren. Dus ja, ik ga eerst alle dozen leegmaken, zoveel mogelijk van de kerstboom in één doos kan doen. En dan alles maar zo. Ik denk waarom ik zeg dat de doos heb, maar ik weet het al. Want ik heb natuurlijk ook nog een kerstboom die helemaal uit elkaar moet. En een tipje bij is, ik haal het inderdaad alle dozen leeg en dan ga ik het gewoon sorteren. Dus alles wat er in de kerstboom zit, gaat in een kleine doos. Alle gouden ballen. Zodat dat allemaal bij elkaar zit. En doe ik dan ook gelijk de snoeren bij. De guirlanden en alles wat voor de guirlanden is, dat doe ik dan in een andere doos. En dan heb ik een grote doos voor alle kleine dingetjes. Zoals het kerstdorpje en rendier hier en die daar. En de kerstbomen van de kinderen, die gaan gewoon zo in een action tas. En wat ik ook altijd doe, is ik haal altijd overal alle batterijen uit en doe ik in een Ziploc bagje voor de volgend jaar. Dus als je erin zit, dan lopen ze langzaam leeg. En dan lopen ze volgens mij toch wel langzaam leeg. Maar ik heb het gevoel dat het minder snel gaat, dus dat doe ik toen ook. Let's do this. I don't want to breathe out. Ergens in de midden van mijn harde werk is de camera gestopt. Maar de kerstboom, tadaa, is helemaal weg. Zit allemaal nu in die doos. In die doos zitten guirlanden. Ik heb de tafel ook helemaal afgebroken. En ik denk dat ik daar nog een paar guirlanders bij wil doen die in overal huis hangen. Dan ga ik die gebruiken om alle losse dingen te doen. Zoals de lampjes. En daar gaan alle kinderspullen in. Op dit moment zijn dat de kerstkleding en die. Ik denk dat we dat ook erin gaan doen, plus alle viltjes van de kerstboom boven. En dan dit en alle lampjes, dat gaat allemaal hierin. Die moet dan in de... Oh, dat wil ik afzoeken. In de kist. Zo met al aardig eentje op weg. Het is 1 januari vandaag en wij doen echt helemaal niks bijzonders hoor. Want ik loop echt in mijn klofje. Want ik ga hier een beetje opruimen, organiseren. Dingen waar ik nog nooit naartoe ben gekomen. Dat ik dan weer afgeleid raak door het een en ander. Dat soort dingen. Ik hou ook gewoon echt heel erg van dingen reorganiseren. Mijn bureau is nog steeds op mijn troep. Terwijl dat eigenlijk ook nog een keer moet staan en was te draaien. Boord ligt in de gang. Ik had gisteren wel gestofzuigd, maar. Ik weet niet wat Boris heeft gedaan hier. Er zijn ook echt allemaal Borisvoetjes. Ik weet niet of je het echt een beetje kan zien. Het ligt even al. Maar het is niet fraai. Dus dat wil ik zo even dweilen. Ik heb in ieder geval een lekkere keuken geschropt. Ik heb mijn oude handtas uitgepakt. En dan ga ik mijn nieuwe klaarzetten. Want ja, van volgende week begint het weer. Volgende week, eigenlijk vanmorgen voor mij. Dan is dit. En dan hier weg. Dus op zich is het allemaal lekker. Ik begreep dat Pascal zo... Ik wil gaan snoeren, dus dat ik echt niet helemaal zakken. Ik wil nog eten. Het is gewoon echt een beetje een relaxed dag. Ik ga nog niet bij die mensen langs. Dat doen we eigenlijk nooit. Dus, hebben ze een berichtje gedaan, hebben zich getelefoneerd. Ik heb een filmpje gekregen van Logan van gisteren. Die was blijkbaar wel wakker met vuurwerk. En ik heb gepraat dat ik ergens vandaag met ze mag feesten. Maar ik heb daar nog geen reactie op gehad. Het is nu 1:15. Dus het is vandaag gewoon een relaxed dag. Want ik heb morgen een dubbele dienst weer. Dus weer ochtendavond. En dan...
Dat was daar. En dan heb ik vrijdagochtend, moet ik met Boris naar de kliniek toe. Even zijn post-operation dingen. En dan mag ik s'avonds weer werken. En dan komen zaterdagochtend kindjes. Dus ik heb nog 3 diensten. Ja. Dus ja, dat is een beetje de status-update. Zal ik dat heel te gaan doen. Ik krijg net een van Pascal van de kennis aangepraat en dan gaan weten. En dan gaan we de boom omzagen. Has made me right.